Hallo fitsporters, welkom weer. En vandaag een buitentraining zoals jullie zien. Het is prachtig weer, dus we gaan er weer voor buiten. En we beginnen vandaag lekker in zit. En dan doen we in zit de hele warmte. Oké, nou mag je je rug even lekker opbouwen. Goed op je zitbotjes gaan zitten. En laat je rug wat inzakken. Doen we nog een keer adem in, bouw de rug op. En adem uit, laat de rug zakken. Nog een keer adem in, mag je de rug opbouwen. En uit, mag de rug zakken. Ja, daar gaat hij. Adem in, bouw de rug op. En adem uit, laat de rug zakken. Doen we nog een keer. Adem in, bouw de rug op. En uit, mag de rug zakken. Dan mag jij rustig even in een goede rechte rug komen zitten. Echt voelen dat je op je zitbotjes zit. En anders gebruik je altijd een kussentje. Plaats je handen op je knieën en ga dan even met je bovenlichaam rondjes draaien. En dan maak je meteen wat spanning los uit je lage rug. Mooi rondjes draaien over je zitbotjes, zij voor zij. En kom dan ook wat naar achter. Zij voor zij. En achter. Doen we nog een keer. Zij voor zij. En achter. Nog twee keer. En achter. Prima. Dit mag ook even de andere kant op. Zij voor zij. En achter. Nou, probeer niet in je schouders te zakken. Maar laat de schouders gewoon goed wegzakken van je oren vandaan. Zij voor zij. En achter. En nog een keer. En achter. Zij voor zij. En hoe lekker is het, hè? Als het goed weer is om buiten te trainen. Dat hebben wij ook ervaren. En achter. En doen we nog een keer. Prima, dan mag je even rustig en rechtop zitten. En voel dan dat je echt op de zitbordjes zit. En dan mag je er wat achter in zakken. Dan kom je op je zitbordjes zitten en dan rol je er eigenlijk overheen. En dan trek je hem wat holler op. Kom terug naar neutrale rugstand. Zak weg, maak een bolling. Kom, bouw je rug mooi op en dan eroverheen. Dus hier creëer je spanning. Hier heb je de neutrale rug. En ben je ontspannen in de rug. En hier zak je weg. Wat natuurlijk heel slecht is voor je. Als je altijd zo onderuit gezakt zit. Goed zo. Maar met deze oefening maak ik ook de spanning in de rug goed los. En we zorgen voor wat meer mobiliteit in de hele wervelkolom. Op de zitbordjes. Kom er maar achter. Op de zitbordjes. En rol eroverheen. Ook hier is het weer ontspannen in de schouders. Dus niet de schouders naar de oren trekken, maar laat ze heel ontspannen van je oren wegzakken. Ja, en dan eindig je op je zitbotjes en bouw je de rug mooi op, zodat je een goede verlenging in de rug krijgt. Ontspan je schouders. Mag je over je hoofd stretchen en terug. Doen we nog een keer. Kom over je hoofd. En terug. Heel over je hoofd. En terug. Doen we nog een keer. Dan rek je mooi de zijkanten. Over je hoofd. En terug. En terug. Goed zo. Over je hoofd. En terug. We gaan nog twee keer. En terug. Prima. Dan draai de schouders naar je rechterbovenbeen. En maak een buiging naar je rechterbovenbeen. Zodat je de rug stretcht en goed opent. En rustig terug. Adem uit, buig naar je rechterbovenbeen. En rustig terug. Ja, doen we nog een keer. Buig naar je rechterbovenbeen. En terug en laatste keer. Dus actief stretch van je rug. En terug. Dit gaan we ook naar de andere kant doen. Buig met een rechte rug naar je bovenbeen. En terug. Doen we nog een keer. En terug. Buig met een rechte rug naar je bovenbeen. Oké, nog één keer. Dan kom je rechte rug naar je bovenbeen. En plaats je hoofd
prima. Mooie verlenging in je rug maken. De schouders goed naar beneden. Leg je linkeroor op je linkerschouder. Draai eens even een nekdraai naar de andere kant. En recht over de schouderlijn terug. Dus we maken het hoefijzer. Rechteroor, rechterschouder. Draai je met de kin over de borst naar de andere kant. En recht. Breng oor naar schouder, adem uit, draai je over de borst en plaats je hoofd. Doe het nog een keer, breng oor naar schouder, draai met de kin over de borst naar de andere kant en recht terug. Ja, kom maar, oor naar schouder, kin over de borst naar de andere kant. Lekker wat spanning losdraaien en laatste keer oor naar schouder, draai je met de kin over de borst. Naar de andere kant en plaats je hoofd. En laat dan rustig het hoofd richting je rechterschouder zakken. Trek de kin een klein beetje in en laat het hoofd daar heel ontspannen hangen. Zorg dat je de rug goed recht opbouwt. Dus niet gaan zakken. Kijk even, zit je nog steeds op de zitbordjes. Probeer een spierspanning van 0 op je schouders te houden. En plaats je hoofd. Dit doen we ook naar de andere kant. Het zware hoofd laat je rustig op je linker schouder zakken. Je gooit je hoofd niet naar achter, maar je trekt je kin een klein beetje in. Voel hoe je hoofd hangt, dat zware hoofd, aan je nekspieren. Voel ook de rek in je schouderspieren. Zorg dat je veel lengte achter in de nek houdt. En plaat je hoofd en dan mag je hoofd rustig laten rollen. Kleine rolletjes. Heel ontspannen. En de andere kant op. Kleine rolletjes om de spanning zo hoog in de nek een beetje los te krijgen. En je weet dat als de nek goed functioneert, dat hij niet vast zit, niet veel spierspanning erop, dat het enorm kan schelen tegen hoofdpijnklachten. Prima, dan mag je op je rechterbil komen zitten. En maak dan eigenlijk van jouw enkels, voeten een soort van vissenstaartje. Plaats je rechterhand een beetje voorbij de schouder. Linkerhand op je onderbeen. Dan mag je een keertje er helemaal overheen rekken. Dan pak je de enkels vast en dan gaan we eigenlijk de moeilijke kant op. En probeer dan ook niet in elkaar te zakken. Ja, doen we nog een keer. Kom er overheen. Pak de enkel vast. En daar dat doen. Zonder dat jij naar voren komt. Nog een keer. Rek, strik, maak lengte in spieren, banden en bindweefsel. Er overheen. Ja, doen we nog één keer. En kom maar overheen. Goed, mag je onderarm plaatsen. Dan net een klein beetje voorbij de schouder. En lift je je bekken. Ook hier niet naar voren komen. Maar probeer een beetje uit te lijnen. Met achterhoofd, schouders, billen tegen een denkbeeldige muur. Dan laat je je bekken 10 centimeter zakken. En mag je bekken weer op. Doen we nog een keer. Laat je bekken wat zakken. Vooral goed stabiliseren in de schouder. Maar ook het schoudergebied. Laat maar een klein beetje zakken. En hup. Oké, gaan we er nog 4 maken. En hup. Probeer je bekken net iets boven de grond te houden. En niet ontspannen neerleggen. Iets laten zakken. En hup. Gaan we nog 1 keer. Iets laten zakken. En hup. Prima, mag je terugkomen en kom dan naar de andere kant. Dan gaan we eerst die stretch maken. Maak van de voeten een soort van vissenstaartje. Plaats je hand iets voorbij de schouder. Kom je over je hoofd. Pak de enkel vast en stretch door. Nou, dit is de makkelijke kant. Ook hier heb je weer een gestabiliseerde schouder. En over je hoofd. Ja. Daar gaat hij naar de makkelijke kant. En stretch over je hoofd naar de moeilijke kant nog 2 keer. Ja, naar de makkelijke kant. En stretch naar de lastige kant.
Goed, dan plaats je de onderarm, ook je elleboog, net iets voorbij de schouder en vooral heel goed stabiliseren. Mag je je bekken op hier vasthouden, trek goed je onderste buikspieren aan. Mag je hem iets laten zakken en rustig opdrukken. Nog een keer, iets laten zakken en rustig op. Dus die bewegingsuitslagen, die hoeven niet groot te zijn. Je gaat ook niet gooien. Laat je bekken maar iets zakken en rustig op. Voor laatste vier, iets laten zakken en rustig op. Laatste drie, maar zakken en rustig op. Laatste twee, laat maar zakken en rustig op. Dit is de laatste, een mooie core-oefening. Rustig op en dan mag jij rustig terugkomen zitten met je benen gespreid naar voren. Prima. Ook hier weer goed rechtop komen zitten. De armen zijwaarts. Schouders laten zakken. Gaan we naar de twist. Trek je onderste buikspieren goed aan. Drie kleine twistbewegingen. Draaibewegingen naar rechts. En terug. Dus niet dit, hè. Laat zakken. Drie kleine twistbewegingen naar links. Goed om de spanning uit je wervelkolom te draaien. Twee. Drie. En terug. Doe het nog een keer. Eén. Twee, drie, en terug, één, twee, drie. Die twist die ga ik zo dadelijk combineren met een zaaghouding. Mag je helemaal naar links draaien. Zet de hand terug tegen de buitenkant van het been en maak een mooie stretch naar voren. Laat hoofd, nek, schouders los. Adem rustig in. Draai helemaal naar rechts. Zet de buitenkant van de hand. En kom naar voren. Laat hoofd, nek, schouders los. Een enorme stretch voor heel de achterkant van je lichaam. Lichaam recht. Hier adem jij in. En maak een mooie zaagbeweging. Alsof je de kuit of de enkel opzaagt. Ja, doe het nog een keer. Adem rustig in. En maak een mooie zaagbeweging. Nog twee keer. Rechtop zitten. Niet inzakken. Schouders laag. Maak een twist. En een zaag. Drie. Vier. Adem rustig in. Doordraaien. Maak een twist. En een zaag. Drie. Vier. En rustig los. Oké? Goed zo. Nou, mag je terug in een tabletop zit komen. Een stuitbalans. Mag je even goed je benen vasthouden. Hier zak jij niet weg, maar zet jezelf op je stuitje. Trek goed de navel naar de rug. Voeten zijn een klein beetje hoger dan de knieën. En naar voren. Armen naar voren. Schouders laten zakken in boothouding. Probeer hier maar eens acht tellen vast te houden. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechterbeen terug. En je linkerbeen terug. Kom op je zitpotjes zitten. Oké. Gaan we nog een keer. Dat is best een stevig oefeningetje hoor. Kom terug. Hier in stuitbalans. Is het lastig voor jou? Mag je een niveautje terugroepen? En gewoon je onderbenen laten zakken. Ja. Dan je onderbenen hoog. Is wat lastiger. Dan ga je echt op je zitpotjes zitten. En je verlengt de rug. Trek de navel in. Zorg dat je bekkenbodemspieren goed meegetraind worden. Door de plasbuizen dicht naar binnen en omhoog te trekken. 3, 4, rechterbeen terug en je linkerbeen terug. Adem uit. Oké. Gaan we nog een keer. Daar komt die laatste keer. Ja, dus je kan altijd een niveautje lager. In principe kan gewoon iedereen meedoen. Onderbenen hoog. Ga op je zitbordjes zitten. Laat je schouders zakken. Zorg dat de rug goed verlengd is. Dan mag je of heel zacht je hamstring vastpakken. Of de armen naar voren vasthouden. 2. 3. 4. Plaats je voeten breed. Kom maar naar voren. En adem uit. Even rustig neerliggen met je hoofd. Rol even over je zitbordje. Helemaal goed. Ja, en dan mag je rustig komen liggen en gaan we in de 100 verder.
Oké, ben je nog weer in tabletop? Zorg dat je de heuphoek wat opent, dus niet te ver hier naartoe. Dan zorg wel dat je je bekken tegen de grond houdt en niet op je stuitje gaat liggen. Bekken tegen de grond en dan werk je al heel goed met je diepe spieren aan het spierconcept, aan je korte billen. Als je de bok niet rond naar voren trekt, dan op je platte hand op het water slaat. 3, 4 en uit. 2, 3, 4 en in. 3, 4, uit. Als je veel last van je nek hebt, mag je één hand achter je hoofd plaatsen. 3, 4, uit. 3, 4, inademen. En uit. Adem in. En uit, laatste keer. Adem in. En uit. Arm achter je hoofd. Strek je benen door. Strek je armen door. En rustig terug. Onderbenen kruisen. Even lekker over het heiligbeengebied masseren. Goed zo. Ja? Kunnen we nog een keer? Tabletop, voeten net wat hoger dan de knie, een beetje de heuphoek openen, bovenlichaam op. Je mag je benen doorstrekken, 3, 4 en uit. Intensiteit bepaal jij zelf, hè? Heb je last van je rug, je benen wat hoger en anders laat je ze zakken. Hand mag achterhoofd als je wil en uit. 3, 4, 3, 4, 3 en 4. Nog een keer. En uit, laatste keer, uit, armen achter je hoofd, strek door, elleboog naar buiten, en rustig los, prima. Oké, even lekker over je lage rug masseren. Helemaal goed. Ja, mogen de armen een beetje breder. Kom je weer in de tabletop. Ga je rustig op je rechterbeen liggen. En trek je beide benen door. En de tenen naar je toe. Trek goed de onderste buikspieren aan. Niet te diep laten zakken. Probeer een beetje tussenin te blijven. En terug in teken. Kom op je linkerbeen liggen. Doorstrekken. Ja, vasthouden. 3, 4 en terug. Ja, dat is een hele goede voor je schuine buikspieren. Je ligt op één bil. Eén bil is los. Zorg dat de spanning in de nek en de schouders goed laag blijft. 3, 4 en los. Ja, nog een keer. Doorstrekken. Bovenrug, schouders ontspannen tegen de grond houden. Een kussentje onder je hoofd plaatsen hoor. 3, 4 en los. Kijk nog twee keer. Doorstrekken. Goed die navel naar de rug. En als je in je taille prikt, dan voel je ook dat je je schuine buikspieren heel goed gebruikt. 3, 4, laatste keer. Op één bil. Doorstrekken, vasthouden. Ja, goed de navel naar de rug. 3. Hier mag je de voeten op de grond plaatsen en maak je kleine bewegingen met je knieën. Zodat je ook weer wat spanning losmaakt uit heel het heiligbeen. Ja, dan laat je de knieën naar de zijkant zakken en kom je via de zijkant rustig terug naar een zitpositie. Goed, plaats je handen op de knieën. Mag je weer een beetje losdraaien. En de andere kant op. Een beetje losdraaien. En ga ik zo met jullie nog door met wat rugoefeningen. Dus we maken gewoon een wat kortere half uur full body pilates les. En terug in het midden. En dan mag jij komen naar een knieënhandsteun. Ja, goed zo. Geen bolling in de rug. Niet laten zakken je buik, maar ga er precies tussenin zitten.
En trek je onderste buikspieren goed aan. Linkerbeen, rechterarm. Dan kijk je even of je rechterbovenbeen goed recht onder jouw weg staat. En ga niet hard. Trek arm en been in, maar rond. En trek het op. Ja, los 2. En trek het. Dus 3. Goed rondmaken met kattenrug. En dan verleng je. Arm en been op gelijke hoogte, niet je buik laten zakken. Adem uit en strek door. Adem uit. Goed zo. Laatste 4. Nog 4. En strek door. Nog 3. En strek door. Nog 2. En strek door. Dit is de laatste. En strek door. Oké, gaan we wisselen. Linkerknie in het midden. Rechterbeen. Linkerarm. Onderste buikspieren op. Actief. Kijk even naar je linkerbovenbeen. Staat dat recht onder je bekken. Adem uit. En adem in. Adem uit. Ronde rug. Korte rug. En daarna verlengen. Maak een ronde rug. En verleng. Dus ook veel uit balans bewegen. Dus het is heel goed om je rug te stabiliseren. Laatste 4. En strek door. Laatste 3. En strek door. Laatste 2. En strek door. Dit is de laatste. En doorstrekken. Prima. Blijf even hier zitten. Maak je rug zo rond mogelijk. Adem uit. En adem in. Maak je rug recht. Adem uit. En adem in. Je rug recht maken. Niet wegzakken in je schouders. Dan blijf je schouders stabiliseren. Adem uit. En maak je rug recht. En dan mag je op je buik komen liggen. Met de onderarmen, de ellebogen onder je schouders. En dan gaan we naar de zwemslag. Oké, trek je borstbeen omhoog. Trek je duwspieren, je buikspieren. Zet die op actief. Dan adem je in. Dan til je de onderarmen. En dan adem uit. Maak een mooie zwemslag. Dan til je borstbeen nog wat op. Adem in. Met gebogen armen naar voren. En adem uit. Leg rustig neer. Adem in, een onderarmensteun. Adem uit, trek je armen op, beweeg de schouderbladen naar elkaar toe, naar beneden. Adem in, maak een zwemslag, til je borstbeen nog wat meer op. Adem uit, arm gebogen, til op en rustig terug. 3, 4. Adem in, is een onderarmensteun. Dan heb je ook een mooie achteroverbuiging, wat heel heilzaam voor je rug kan zijn. Adem uit, til op. Adem in, maak een zwemslag, til je schouderbladen. Trek ze naar elkaar toe en naar beneden, alsof je ze in de broekzak steekt. Kom terug, til je bovenlichaam en rustig terug. 3, 4. Adem in, onderarmensteun. En een mooie, een beetje passieve achteroverbuiging. Adem uit. Adem in. Til je borstbeen nog wat hoger op. Trek je bilspieren, je buikspieren aan. Adem uit. Niet kin op, hè. Lange nek houden. Adem terug. Voor laatste 3. Ellebogen onder je schouders. Inademen. Uit. Schouderbladen naar elkaar toe en naar beneden. Zwemslag, til je borstbenen op. Kom maar terug. En ontspan. En maak eens een mooie achteroverbuiging. Adem rustig in. En nog een keer. Maak eens een mooie achteroverbuiging. Nog één keer.
adem rustig in, rechte rug, knieën mogen best wat uit elkaar. En maak een child pose houding waarbij je de rug mooi opent. Niet altijd nodig om het voorhoofd op de grond te leggen hoor, dat mag. Geniet goed voor je lichaam van de grond te houden. En dan kom nog eens even terug zitten in een zitpositie. Oké, nou dat was weer lekker hè, buiten. Even één keer goed te stretchen. Je pakt eigenlijk ook meteen je bilspier mee hier. Hoofd met schouders los. Schud eens even nee met je hoofd. Heel rustig en ontspannen. En terug. Ja, doen we nog een keer. Adem rustig in. Armen hoog. Schouders laag. Maak een vooroverbuiging. Voel het rekken van je bilspier. Het rekken van je rug. En dan mag je heel rustig wat spanning uit je nek kwijt proberen te raken. Door ontspannen nee-knikbewegingjes te maken. En kom je rustig terug en bouw je de rug op. Oké, fitsporters, dat was die weer voor vanmorgen. Het was weer heerlijk buiten. Wij zien elkaar binnenkort weer. Tot het volgende filmpje.